Wees niet stil, is steeds mijn oproep geweest. Op vele fronten en aan vele mensen. Ook aan vrouwen en meisjes in onze eigen partij die zich onveilig voelen. Maar succesvol bouwen aan een samenleving waar mensen zich uitspreken, aan een partij waar mensen zich uitspreken, kan alleen als die mensen ervaren dat als ze zich uitspreken, er opvolging wordt gegeven aan hun signalen. Ik besef dat velen van jullie mij eerder hadden willen horen. Het wachten was ver van ideaal, ook voor mij. Ik had me graag eerder uitgesproken. Maar grondigheid en zorgvuldigheid zijn voor mij van het grootste belang. Daarom wilde ik het bestuur de ruimte geven voor een nieuwe beweging. Nu het bestuur een besluit heeft genomen, wil ik ten eerste zeggen dat ik het verschrikkelijk vind dat mensen, vrouwen en mannen, zich onveilig hebben gevoeld bij D66. Ik leef mee met iedereen die dit is overkomen. Ik heb het eerder gezegd. Ieder geval van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. In onze samenleving en ook in onze partij. We hebben de lat zelf hoog gelegd. Mensen verwachten dus ook veel van ons. Wij willen een veilige partij zijn voor iedereen die onze politieke idealen verder wil brengen. En dan moet ook iedereen binnen onze club in zijn of haar waarde worden gelaten. Veilig zijn. Het bestuur probeert vandaag de fouten van het verleden te herstellen. Het is opnieuw een stap in het op orde brengen van ons eigen huis. Ik kan ze daarin niet genoeg aanmoedigen en ook aanjagen. De partij kan het leed dat in het verleden is geleden niet wegnemen. We kunnen het wel erkennen, recht doen aan mensen en bouwen aan een toekomst waarin iedereen zich in onze partij veilig en welkom voelt. Dat zie ik als mijn missie en mijn plicht. Als politiek leider heb ik een grote verantwoordelijkheid. 1,5 jaar geleden heb ik het landelijk bestuur gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar een anonieme melding. Ik heb dat onderzoek toen verbreed door alle 30.000 leden met mogelijk nare ervaring op te roepen zich te melden. Daarnaast moest het onderzoek leiden tot aanbevelingen om de structuren in onze partij te verbeteren en daarmee ook een cultuurverandering tot stand te brengen. D66 heeft alle aanbevelingen van onderzoeksbureau Bing overgenomen en inmiddels uitgevoerd of is aan het werk aan de uitvoering. Binnen iedere organisatie, groot of klein, zullen er mogelijk dingen verkeerd gaan. Mensen maken fouten. Maar wij willen het risico zo klein mogelijk maken. En opvolging moet concreet zijn en vertrouwenwekkend zijn voor een ieder die zich meldt. Dat is ook het continue werk van emancipatie, van normen stellen en grenzen stellen aan gedrag. Daar werken wij aan. Maar dat betekent niet, helaas, dat alles nu goed gaat. Ook bij ons in de vereniging gaat het met vallen en opstaan. Een goede structuur is de basis. Maar de echte verandering moet komen uit het gedrag van mensen. Er zijn de afgelopen week vragen gesteld over mijn rol voor, tijdens en na het Bing-onderzoek. Kende ik de inhoud van de vertrouwelijke bijlagen? Nee. En nog steeds niet. En het is terecht. Deze bijlage was vertrouwelijk op uitdrukkelijk verzoek van betrokkenen. Heb ik contact gehad met de vrouwelijke betrokkenen? Ja. Ik heb haar 2 maal telefonisch gesproken na de aankondiging van het onderzoek in december 2020. Ik heb haar aangemoedigd deel te nemen in het onderzoek en ik heb ook gezegd dat ik het onderzoek onafhankelijk wilde laten uitvoeren om serieus met deze signalen te kunnen omgaan en dat ik er daarom persoonlijk geen rol in kon hebben. In april 2021 wenden ze zich nogmaals tot mij. Ze wilden met me spreken over de vertrouwelijke bijlagen bij het rapport, dat volgens haar een andere conclusie zou trekken.
Ik heb dit onmiddellijk onder de aandacht gebracht van het landelijk bestuur, omdat ik zelf de inhoud van de vertrouwelijke bijlage niet kende en niet ken. En ik heb gevraagd hoe te kunnen handelen. Het strikte advies van het toenmalig bestuur was dat dit gesprek niet vervolgd zou moeten worden, omdat er sinds de publicatie van het onderzoeksrapport gesprekken liepen tussen de advocaten van beide partijen over vorderingen van betrokkenen tot rectificatie en schadevergoeding. Ik had begrip voor die voorzichtigheid en zorgvuldigheid en in vertrouwen op een goede afloop heb ik aan dit verzoek voldaan. Was ik daarmee te afstandelijk? Had ik uit menselijk oogpunt anders moeten handelen? Ik denk het wel. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet meer heb aangedrongen bij het bestuur. Dit trek ik me ook aan. Het bestuur heeft zojuist toegelicht waarom ze tot een scherper oordeel zijn gekomen op basis van de vertrouwelijke informatie. Als ik dat hoor, dan denk ik een terecht oordeel. Want hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn. En het is afschuwelijk. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. In 2016 al, toen dit intern bekend werd. En vorig jaar, toen het toenmalig bestuur de kans had om dit te herstellen, na lezing van de vertrouwelijke bijlagen van het onderzoeksrapport. Als politiek leider van D66 spijt mij dit. Wat nu rest, is het goede te doen. Dat begint met erkennen wat fout is gegaan. Er gaan in onze partij dingen mis. En dat is pijnlijk. Maar daar lopen we niet voor weg. Het is nooit te laat om fouten te erkennen en te herstellen. Mijn hele leven ben ik opgekomen voor de rechten, de gelijkwaardigheid en de veiligheid van vrouwen en meisjes. Altijd gericht op verbetering, op verandering. En dat blijf ik doen. En opnieuw zeg ik tegen iedereen, en vandaag ook zeker tegen mijn eigen partij, en tegen mezelf. Wees niet stil. Alleen zo komen we tot verandering.